Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe zwangerschapsupdate. Dit keer van 20 weken zwangerschap alweer. Ik heb afgelopen vrijdag de 20 weken echo gehad voor jullie. Ik zit er nog steeds ook iets voor, maar volgens mij is het ongeveer een week of twee of zoiets. Dus nou, zeg dat ik 2 weken geleden voor jullie al mijn 20 weken echo heb gehad. Dat is natuurlijk altijd heel spannend. Dus daar wilde ik graag even over vertellen en sowieso verder hoe het met me gaat. Nou, laten we maar beginnen bij de 20 weken echo. Ze was heel bewegelijk. Bij Niels was het ook ongeveer bij elke echo het geval, waardoor het wat lastig is om het een en ander vast te leggen. Maar we hadden dezelfde echoscopist als bij de zwangerschap van Niels. En bij Niels hadden we natuurlijk nog een nekplooimeting. Waarvoor we 2 keer terug moesten komen omdat ik te veel bewoog. Hier hadden we, toen had ik 20 weken en 30 weken echo. Nou, nu hadden we hier natuurlijk alleen de 20 weken echo. En er komt ook geen 30 weken echo, want de placenta ligt goed. Bij Niels lag mijn placenta nog te veel naar beneden. Dus dan moet je een 30 weken echo om te kijken of die genoeg, en dat gebeurt eigenlijk bijna altijd wel, maar of die genoeg zeg maar omhoog is gegaan, zodat de uitgang vrij is, om het zo maar te zeggen. Maar goed, dat was dit keer niet nodig, dus dat is fijn. Mijn placenta ligt weer aan de voorkant, net als bij Niels. Dat betekent dat bewegingen gewoon minder duidelijk te voelen zijn. Ik weet niet beter, want bij Niels was het ook zo. En ik had nu ook alweer het gevoel dat het zo was. Ik weet niet waarom, maar ik voel het gewoon zeg maar wel van binnen. Maar ja, aan de buitenkant voel je niet zoveel. En laatst zei ik ook, oh Sven, het is echt heel druk. En nou ja, hij voelde zijn nek, ik voel echt helemaal niks. Nou goed, dat is dat komt natuurlijk wel, maar dat is, ja, daar moet ik hier gewoon echt nog even voor groeien. Het is nog steeds een meisje. Ik had een soort van die beeld. Ik dacht, straks blijkt het toch ineens geen meisje te zijn of zo. Nou goed, maar het was gewoon een meisje en alles was goed. En dat is heel fijn, want mijn 20 weken echo. Ja, ik vind eigenlijk wat ik eerder ook al zei, eigenlijk vind ik al dat soort momenten spannender nu bij een tweede. En dat komt gewoon dat ik bij de eerste geen idee had wat er allemaal ook mis kon gaan. En inmiddels ken ik natuurlijk veel meer zwangeren en ik ken veel meer mensen met kinderen. En nu weet ik wat meer van, nou ja, dat er ook gewoon heel veel ja, dingen ontdekt kunnen worden op zo'n 20 weken echo of juist niet. En die dan later probleem blijken te zijn. Of nou, weet je, allemaal van dat soort dingen, ja, die voorheen wist ik dat gewoon niet. Dus dan ging ik altijd heel, oh leuk, we gaan weer naar de baby kijken. Dat is nu wel iets anders. Maar gelukkig was alles helemaal goed met de kleine meid. En natuurlijk ook wat beelden. En het is natuurlijk een medische echo, dus het is niet een groot plezierfeest. Maar nou, hier kan je het een beetje zien. En deze is ook heel leuk, want hier houdt ze er, met haar handje houdt ze haar voetje vast. Nou ja, en nog een mooie foto ergens van haar lange been. En ik zit dan ook te kijken van, zie ik nou gelijkenissen met Niels of zo? Volgens mij hebben ze allebei, Niels had ook grote lippen. Volgens mij is dat bij haar ook weer het geval. Een sierlijk been. misschien dat we nog wel, nou ja, ergens rond de 30 weken gewoon een echo gaan doen. Gewoon voor de leuk. Want ik vind, ja, om een van de reden leven toch een beetje naar die echo's toe. En ik vond al veel tijd zitten tussen de 14 weken echo's en mijn geslachtsbepaling die we al met 14 weken hebben gedaan. En de 20 weken echo, nou en als je dan nu denkt van 20 tot gewoon tot kindje geboren is, denk ik, oh, is wel heel lang. Dus ik zie trouwens best wel veel YouTubers die zwanger zijn en die meer echo's krijgen. Ja, misschien is dat nu bij ons echo, bij onze verloskundige ook wel zo. Maar dat was vorige keer in ieder geval niet. Dus ik ga er maar even niet van uit. Ja, zou wel leuk zijn. Zou het wel fijn zijn om een kindje dan af en toe nog even te zien. Dus ik denk dat we, nou ja, als dat niet vanuit verloskundige komt, dat we misschien nog wel zelf wat extra gaan doen. Dus dat voor wat betreft de 20 weken echo. Dan, zoals je hoort, ben ik nog steeds alweer de hele tijd non-stop verkouden. Dit is echt niet normaal hoe ik vaak ik deze zwangerschap verkouden ben. Of beter gezegd, hoe weinig ik het niet ben. Ik ben nu denk ik in totaal 2 dagen niet echt verkouden geweest in de afgelopen maand. En ik ben er echt heel erg klaar mee. Ik dacht, oh, het is eindelijk stopt het. En eindelijk kan ik weer lekker slapen. En nou, ik werd vannacht weer wakker alsof ik een zandbak had opgegeten. Vreselijk. Dus ik word daar wel een beetje moe van. Ik heb er ook vanmorgen enorm op lopen googelen. Kijk, overdag maakt het me niet uit. Daar heb ik geen last van. Maar ik slaap gewoon heel slecht. Want je, ja,
je ligt natuurlijk sowieso al minder lekker als je zwanger bent. Tenminste, ik had dat vorige keer met Niels helemaal niet. Maar nu heb ik dat wel. Dus ik lig al minder lekker. En als je dan ook nog eens niet vrij kan ademen. Dat is echt redelijk frustrerend. Dus ik ga vannacht maar weer een ui op de slaapkamer leggen. Wie weet, helpt het. Ik weet het niet zo goed. Ik ga nog even kijken naar... Ja, ik heb zo'n zeespjes oud neuspray. Maar dat is echt een beetje... Ja, het, ik vind het gewoon niet werken. En die ander mag je gewoon natuurlijk niet zoveel. Niet met Xili, huppleflups. Ja, ik ben heel benieuwd of iemand dit herkent. Of diegene tips heeft. Heb jij dit ook gehad? En een collega van mij heeft het ook gehad. En die heeft van de dokter een van de gesprekken gekregen die ze de hele zwangerschap kon gebruiken. En die ook helpt. Of hielp in haar geval, want ze is inmiddels al, zijn de kinderen al wat ouder. Maar ja, ik had de dokter gebeld, maar die wist van niks. En die zei, ja, zeezout. Je mag gewoon 7 dagen die normale spray gebruiken. Ja, maar ik heb niet zo'n 7 dagen als ik gewoon, zeg maar, non-stop verkouden ben. Nou, Niels is ook verkouden, dus het is ook, volgens mij blijven elkaar ook aansteken. Maar ik heb ook het gevoel dat het gewoon echt een van mijn zwangerschapskwalen is. Nou, over mijn zwangerschapskwalen gesproken. Ja, die zijn er echt beduidend meer dan vorige zwangerschap. Voor wie mijn vlogs volgt, weet dat ik veel last heb van mijn bil. Ik heb het volgens mij in de vorige update ook al verteld, maar er loopt dus een spier dwars over je bil heen. Tenminste, het zijn er twee peervormige spieren, de musculus spieren, huppeldeflups. En die zijn overbelast, in mijn geval. En nou ja, dat komt door allerlei dingen, maar een daarvan is dat mijn dwarse buikspieren het niet goed overnemen. Dus die ben ik nu aan het trainen. En dat zijn dus niet die rechte, want die mag ik natuurlijk niet trainen. Maar dit zijn dus de buikspieren die zo over je buik heen liggen. In plaats van zo. En die heb je ook een goede schuine buikspieren. Maar de dwarse buikspieren. Dus die ben ik nu heel subtiel aan het trainen. En ik lig dus op een tennisbal elke avond. En ik doe strekoefeningen. Het helpt zeker. Ik was vorige week een weekendje naar Londen. En als ik dus niet de hele tijd hoef te tillen en dingen hoef op te rapen. Dus de hele tijd bukken. Wat je met een kind gewoon de hele dag door doet. Dan gaat het een stuk beter. Maar ik was dus vrijdag weer gewoon mijn mamadag. Nou, ik had echt bij de lunch dat ik al gewoon niet meer normaal kon opstaan. Zo'n pijn deed. Dus het is wel echt een stuk erger op de dagen dat ik met Niels ben. En ik heb al tegen Sven gezegd, de vader was uitruimen. Weet je, dat doe ik gewoon niet meer. Dat is ook de hele tijd bukken. Ik probeer maar zoveel mogelijk dan. Ik moet dan bukken met, zeg maar, met 1 been naar voren, eentje achter. En dan zit je en dan door het midden zakken, zeg maar. In plaats van dat je de hele tijd een soort squats maakt. Dus dat doe ik. Maar het is gewoon, ja. En je kan gewoon niet bukken met een kind. Tenminste, ik weet niet hoe mensen dat doen. Maar er ligt wat op de grond. Of hij stoot zich en je wil hem optillen. Of nou, weet je, dat soort. Eindeloos veel tillen. Ik heb wel eens het gevoel, als ik het niet doe, dan gaat het echt een stuk beter. Ik heb sowieso het gevoel dat het wel echt beter gaat sinds ik bij de fysio loop. Ik loop daar nu 1 week of 4. Maar mijn tip is echt, als je die pijn herkent aan je bil, echt ga naar een fysio. Want een vriendin van mij, die heeft dus gewoon de laatste weken van de zwangerschap gewoon niet meer normaal kunnen lopen. Die kon zelfs niet normaal meer naar de wc komen. Dus als hij eenmaal in de stress schiet, die spier, zeg maar, dan krijg je hem er ook niet uit. Dus dan moet je echt weer een nacht rust hebben, zeg maar, wil die weer een beetje leuk doen. Dus dat is een van mijn zwangerschapskwaaltjes. En die is wel, ja, dat is gewoon wel echt vervelend. Verder voel ik me eigenlijk prima. Dus dat zou je niet zeggen als ik nu alle kwaaltjes opnoem. Nou, ik heb er trouwens nog meer, maar... Dit zijn, zeg maar, de 2 belangrijkste: non-stop verkouden en die pijn aan mijn bil. Ik ben de laatste dagen ook weer wat moeier. Maar dat kan ook gewoon door die verkoudheid dat je hoofd zo vol zit komen. Het is echt, ja, met het tweede trimester toen ik zwanger was van Niels is echt beduidend anders dan met deze. Maar goed, het maakt me allemaal niet uit. Want I'm having a little princess in my belly en het is fantastisch. En ik zat ook de gender reveal te kijken en toen dacht ik, ik weet of mensen wel zien hoe blij ik ben dat we een dochtertje krijgen. Want ik heb altijd zo graag
een jongetje en een meisje gewild. En dan zeg maar het jongetje het oudste en dan daarna het meisje. Dus ik zeg maar geluk kon niet op. En al het andere was natuurlijk ook echt gezondheid. Dat weet ik echt omdat ik in mijn omgeving echt dingen heb gezien. Gezondheid is echt het belangrijkste. Het is echt, het staat buiten kijf. Als ik dan mocht kiezen, dan was dit wel echt mijn ideale scenario. Dus ik ben echt blij als een ei. Sven ook. Sven wilde heel graag een dochtertje. Sven komt uit een gezin van alleen maar jongens. Dus die had echt zoiets, ik wil heel graag een meisje. Dus ja, wij zijn heel blij. En Niels heeft het de hele tijd over zijn zusje. En ja, het is gewoon heel leuk om te zien. Inmiddels hebben we offertes binnen voor het splitsen van deze kamer. Want waar ik nu zit is Niels' kamer. En daar heb ik hier een soort... Hier begint een soort van... dit is een kast, maar daarna begint een soort nepmuur. Maar daar gaan we een echte muur van maken. Dat betekent deze kamer wel iets kleiner, maar niet heel veel. En dan wordt dit Niels' een grote jongenskamer, zeg maar. En dan komt daar de kamer van de kleine meid. En ja, dat is nog wel even een verbouwinkie. Maar ja, we hebben nu... zoals je misschien wel weet, ik woon in Utrecht. Nou, de huizenmarkt is hier redelijk overspannen. Dus wordt heel hoog geboden op woningen. Ons huis is ook heel veel waard. Maar ja, weet je, als je naar iets anders wil, dan betaal je dat natuurlijk ook voor meer. En we hebben gewoon eigenlijk een super fijn huis. Het enige wat we missen is een tuin. Maar ja, weet je, als dat het ergste is, dan... Ja, we zitten hier gewoon goed en... we maken er gewoon lekker twee kamers van. Dat kan prima. We hebben daar de ruimte voor. Alleen het is even een verbouwing. Dus we hebben aannemers langs gehad en offertes gekregen. Dus nu zijn we nog even aan het afronden. En dan een afspraak maken wanneer ze dat gaan doen. Dat is wel even een ingrijpende klus. Want er wordt een muur, een gat in de muur gemaakt. Er wordt een nieuwe muur gemaakt. Dus er gaat wel even wat gebeuren. En dan inrichten. Jee, dat is natuurlijk mijn favoriete onderdeel. Mijn idee is om hier op de plek waar Niels zijn ledekantje staat, dat wordt natuurlijk het ledekantje van de baby. Dus dat gaat gewoon naar de andere kamer toe. Maar op deze plek ook zijn nieuwe bed neer te zetten. We hebben zo'n peuterbedje voor hem. Heel lief gekregen van Sven's oom en tante. Die eerst voor zijn neefje en nichtje, of zijn nichtjes waren, maar die nu inmiddels oud zijn en geen peuterbed meer hebben. Dat de bed hebben we gekregen. Dus dat komt hier gewoon te staan, denk ik. Want dan heeft hij gewoon. Heeft wel een nieuwe kamer, maar zijn bed staat op dezelfde plek. Weet ik, om een van de redenen. In mijn hoofd lijkt het heel prettig. En dan ga ik denk ik van die Stuva-kasten van Ikea gewoon een soort... Nou, waar nu de commode staat, daar komen dan een hoge kast en wat lage kastjes... waar die ook als tafeltje kan gebruiken en zo. Want een collega van mij zei ook van... Zeker ook met zijn Duplo en zo, dat wil je misschien niet bij een baby in de buurt hebben... maar dan kan hij dat lekker op zijn kamer doen en... wij wonen gelijkvloers, dus dan kan hij gewoon, ik kan hem zien vanuit de woonkamer. Dus nou, dat leek me wel leuk. Dus dat wordt dan hier een beetje zijn kamertje. En nou ja, de commode en de kledingkast en het wieg of het ledekantje gaan dan naar de babykamer toe. En ik denk, Niels houdt gewoon zijn gordijnen. De babykamer krijgt wel nieuwe gordijnen. Ik denk dat bij Niels de hoofdkleur wordt nog steeds denk ik wel... Nou, die kastjes zijn natuurlijk allemaal wit. Maar ik denk dat het wordt gewoon net iets stoerder. Misschien dat we bijvoorbeeld deze muur heeft natuurlijk nu die I Love You to the Moon and Back. Maar misschien dat we daar bijvoorbeeld gewoon een leuk behangetje op gaan doen. Met een dier of zo. Ik verzin maar wat. Maar blijft allemaal nog steeds redelijk neutraal. En ja, de meisjeskamer ben ik natuurlijk ook heerlijk op Pinterest aan het kijken. Zodat ik weer even nieuwe inspiratie heb. Dus ik heb voor Niels een leuk Pinterest dingetje gemaakt. Om een beetje inspiratie op te doen. En voor de kleine meid. En ja, dat vind ik dan leuk onderdeel. Het jammer is natuurlijk de hele verbouwing eromheen. We moeten ook in de gang van alles doen. Dus het is best wel even een werkje. Maar dat is dus de missie voor de komende tijd. Verder gaan we ook al over anderhalve maand of zoiets op vakantie. Omdat ik zit daarna met allemaal belangrijke dingen voor mijn werk waar ik heen moet. Sven heeft dat ook. Maar dan kunnen we dus... en daarna mag ik niet meer vliegen. Dus we gaan een beetje vroeg dit jaar. Maar we hebben heel veel zin in. Gewoon nog even lekker met z'n drietjes weg. En ja, weet je, gewoon echt nog even lekker ja, quality time met Niels. Want ja, dat wordt natuurlijk voor hem ook wel heel anders als er een kindje bij komt. En ja, hij ineens niet meer de prins is in huis. Dus nou ja, ook de prins. Maar niet degene die dat nu is. Kan hij natuurlijk gewoon non-stop onze aandacht vragen bij wijze van. Ja, dus dat eigenlijk een beetje. Ik voelde dus al wel flink bewegen inmiddels.
volgens gaan koprollen is. En je zag ook op de echo was. Nou, nu moet ze echt weer even naar de andere kant. Dus dat die vrouw op haar buik te duwen. Nou, goed, het is alleen maar leuk om te zien dat ze gewoon lekker aan het bewegen is. En de voetjes vastpakt en nou, dat soort dingen. Ja, en verder moet ik dus nog even wachten met inrichten en dingen totdat. Maar goed, dat is ook. Ja, ik heb het al eerder gezegd, maar je zit gewoon met een tweede in een heel ander soort ritme. Want heel de basisdingen die je misschien misschien bij een eerste kindje begint, die heb je allemaal al. Dus het is meer gewoon de leuke finishing touches, zeg maar, waar je nog wat voor gaat doen. En dat moet gewoon even wachten tot die kamers. Ik heb geen zin om dat nu allemaal aan te schaffen. Want dan moeten we het alleen maar ergens later op het moment dat ze aan het verbouwen zijn. Dus. Ja, en ik ga gewoon even mijn buik laten zien. Ik heb natuurlijk weer mijn pyjama broek aan. Ik kreeg al vragen waarvan die was, maar hij is van Kruidvat. Maar het is een heerlijk ding. Dit is mijn buik. Ik heb het gevoel, hij is natuurlijk nog steeds wel gegroeid ten opzichte van vorige keer. Maar het is echt een stuk minder heftig dan, dan eerder. Maar het is wel echt een bolletje. Wel een andere buik dan met Niels. Het is wat breder, zeg maar. Je ziet het nog steeds. Aan de achterkant zie je nog steeds niet echt wat. Maar het is zeg maar wel. Bij Niels was het denk ik zeg maar tot hier ongeveer. Echt zo'n soort voetballetje. Voetballetje is nu iets groter. Of iets breder. Maar verder. Nou ja. Dit is Le Ballet. Voor 20 weken. En ik word nu ook echt wel gevraagd wanneer ik uitgerekend ben. Wanneer ik met verlof ga. Mensen gaan voor me opstaan in de bus. Dus nou ja, het heeft allemaal zo. Voordelen. Ja, dus dat is het denk ik qua update. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen tijdens je zwangerschap. Hoe voel je je? Herken jij die eeuwige verkoudheid? Heb je daar tips tegen? Let me know. En mocht je deze video's leuk vinden, zou ik het natuurlijk fantastisch vinden als je wilt abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan blijf je op de hoogte van alle leuke ontwikkelingen van de baby. En natuurlijk zie je ook vlogs en andere video's. En dat kun je doen door hieronder op de rode knop te drukken of hier op mijn gezicht. En dan kan je ook nog het belletje aanzetten, dat is het alarmpje. Dan krijg je, word je op de hoogte gehouden zodra er een nieuwe video online staat. Altijd handig. En ja, ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag binnenkort weer met een nieuwe update of tijdens een van mijn vlogs of andere video's. Dankjewel, doeg!